Hi, ik ben Frank. Ik werk bij de Technische Unie. Ik werk hier in het surfcentrum. Wij verkopen installatiemateriaal voor de professionele afnemers. Kom met me mee. Operatie Ring Zuid betekent voor de Technische Unie dat wij onze dagelijkse werkzaamheden moeten aanpassen. De bezorgplanningen zijn zoveel mogelijk aangepast om zoveel mogelijk buiten de spits om te gaan. Om de verkeersdruk te ontzien gaan we ook anders bezorgen. Zo hebben we een vestiging geopend in Leek. Hier kunnen klanten producten bestellen en kunnen ze de volgende dag ophalen bij het pick-up point. En maken we gebruik van fietscouriers. Die fietscouriers die kunnen op een snelle en milieuvriendelijke manier gaan bezorgen. Daarnaast maken we ook gebruik van kleinere voertuigen die op een snelle en efficiëntere manier in de binnenstad kunnen komen. Onze vrachtwagens rijden aangepaste routes om ook de drukte te vermijden. We zorgen ervoor dat ons personeel openbaar vervoer probeert te gebruiken. Of dat ze met de fiets komen of dat ze eventueel naar een andere vestiging van ons in onze regio. Of natuurlijk om thuis te werken. Hierdoor kunnen we nog steeds op tijd op plek aankomen voor de klanten. En dat is het allerbelangrijkste voor ons. Het is belangrijk dat de medewerkers van de Technische Unie goed op de hoogte zijn. We doen dit regelmatig informatie door te sturen via intern. Maar dat doen we ook door middel van onze grote schermen wat we hier hebben hangen op het kantoor. Als de medewerkers de laatste ontwikkeling weten, zoals de afsluitingen, welke afsluitingen er zijn op de ring. Dat ze daar rekening mee kunnen houden en bijvoorbeeld naar een andere vestiging te gaan of thuis te gaan werken. En zo kunnen ze zich daarop aanpassen. We raden onze klanten aan om de bestellingen op tijd te plaatsen en deze op te halen bij de firma Smeding in Leek. Of bij een of onze andere vestigingen in onze regio, dus dat zijn Leeuwarden, Assen of Emmen. We moeten ons even aanpassen, maar daarna kunnen we met z'n allen op een prachtige ringweg rijden met onze grote groene vrachtwagens.